zijn tegenwoordig weinig mensen die niet bezorgd zijn om het milieu. En als het al niet vanuit een persoonlijke bezorgdheid is, dan wel die voor de volgende generaties. En die generatie die is erg bezorgd om de klimaatverstoring, de afvalberg en ons energieverbruik. Ik heb 2 jonge kinderen en ik wil die laten groeien in een mooie omgeving. Dus alles wat ik kan doen, privé, maar ook op de zaak, die kan helpen naar een betere wereld, gaat zeker een vaste aangeraden moeten worden. Het milieumanagementsysteem is een meerwaarde voor ieder bedrijf. EMA zorgt voor een positieve stimulans aan onze mensen om daarmee bezig te zijn en erover na te denken samen met ons. C'est un élément motivateur pour l'entreprise, pour son personnel et aussi pour ses actionnaires. Gebruik EMAS om inderdaad uw eigen processen te herzien, om inderdaad aan het milieu iets te doen en onze aarde duurzaam te maken op lange termijn. Hans Bruinings is directeur van het Europees Milieuagentschap. Ik vroeg hem waarom milieuzorg van fundamenteel belang is en niet als een luxe moet beschouwd worden. We begrijpen vandaag de dag dat milieu eigenlijk gaat over gezondheid. Toch nogal belangrijk voor mensen. Over ons energiesysteem, waar het iedere dag over gaat. Over ons mobiliteitssysteem en welke energie we daarvoor gebruiken. Over al die dingen gaan milieu- en klimaatproblemen. Dus het zit meer en meer echt in de kern van de samenleving. Grote en kleine bedrijven uit alle mogelijke sectoren willen steeds explicieter hun steentje bijdragen op gebied van milieuzorg. Het aspect milieuzorg is de laatste jaren bij ons in ons bedrijfsmanagement heel belangrijk geworden. Notre but est d'éviter au maximum les impacts négatifs sur l'environnement. Als participerende partij in de bouwnijverheid, we hebben een gigantische maatschappelijke verantwoordelijkheid daar te dragen. Ik denk dat iedereen het erover eens is dat we zorg moeten dragen voor het milieu. En we moeten dat doen, positief, proactief, met probleemoplossende maatregelen, vooruitkijken en niet gewoon afwachtend blijven zitten. EMAS is een letterwoord. Het staat voor Eco Management and Audit Scheme. En het is ontwikkeld onder supervisie van de Europese Commissie. Het laat bedrijven toe om hun milieuprestaties in kaart te brengen, te managen en ook te verbeteren. Sandra Rousseau is professor Economie en Duurzaam Ondernemen aan de KU Leuven. Ik vroeg haar naar het nut van een milieuzorgsysteem. Een milieuzorgsysteem is een heel nuttig instrument, een heel nuttig hulpmiddel om te gaan kiezen welke maatregelen dat je moet nemen, wanneer dat je maatregelen moet nemen. Het is ook heel nuttig gewoon om te meten, om te zien wat is uw huidige situatie, wat is uw huidige milieu-impact, om te gaan kijken naar toekomstige milieu-impact en eigenlijk te gaan kijken van welke maatregelen kunnen we nog gaan nemen. Waar kan een EMAS-registratie een verschil maken? Als we kijken binnen een bedrijfscontext, dan zien we daar eigenlijk 2 grote groepen van impact eigenlijk. Aan de ene kant gebruik je zaken uit het milieu. Je haalt er energiebronnen uit, je haalt er materiaal uit, je haalt er water uit. En het is belangrijk dat je dan die materialen zo efficiënt mogelijk gaat gebruiken. En dat je daar dus eigenlijk streeft naar verbeteringen. Daarnaast zie je ook dat je als bedrijf het milieu gaat gebruiken als stortplaats. En het is belangrijk om te beseffen dat daar een maatschappelijke kost aan vasthangt. En dus binnen zo'n milieuzorgsysteem ga je eigenlijk het volledig plaatje gaan managen als bedrijf. Mooi, dat was de theorie. En nu de praktijk. Nous avons donc chaque 2 semaines 4 heures qui seront données à 3 ouvriers pour effectivement améliorer leur conduite. Iedereen van ons heeft een badge en op de achterkant van de badge hebben we op een klein kaartje voor elke arbeider of voor elke bediende, voor elk personeelslid 5 actiepunten waarvoor dat hij verantwoordelijk is, hebben we in kaart gebracht. Het gaat ook over de manier van bepaalde warmte te gaan gebruiken die op één plaats gecreëerd wordt en dan op een andere plaats kan aangewend worden. Wij hebben ook voor onze kraanmachinisten een opleiding leren milieubewust werken naar uitstoot en naar verbruik toe. Bedrijven met een EMAS-registratie hebben snel ondervonden dat dit een positieve invloed heeft op het imago van de onderneming. Wij profileren ons als een duurzame partner voor onze klanten. Dus vandaar is het voor ons essentieel dat wij dit certificaat bekomen. EMAS-registratie is eigenlijk een bewijs van wij doen wat wij vertellen.
Ik denk dat dat voor elk bedrijf heel belangrijk is, imago. En de EMAS-registratie helpt daarin naar je sensibilisering van je personeel. En anderzijds naar de externe stakeholders. Want je wilt als bedrijf toch nooit in het nieuws komen dat je problemen hebt met de milieuwetgeving. Bedrijfsleiders vragen zich natuurlijk af, what's in it for me? We gingen langs bij Geert Noels. De financiële resultaten van een bedrijf zijn niet meer het enige criterium waarnaar gekeken wordt. Is de milieu-impact ook van invloed? Wel, voor een onderneming is het financiële resultaat uiteindelijk het allerbelangrijkste, omdat het zijn voortbestaan en zijn duurzaamheid voor een heel groot stuk bepaalt. Maar klanten en ook toeleveranciers gaan in toenemende mate ook kijken naar de partner, de onderneming waarmee ze werken. En die beoordelen op het vlak van milieubewustzijn, de kwaliteit die het levert. En op die manier natuurlijk, als uw klanten afhaken, ja, dan heeft het financiële consequenties. Een EMAS-certificatie levert een zakelijk voordeel op, omdat ze reeds in het offertestadium het een vraag is, bezit uw bedrijf een milieuzorgsysteem? En als je daar al nee op antwoordt, kan je al geen prijs geven. Klanten die verwachten van onze fabrieken dat zij een voorbeeld worden. En ik denk de fabrieken moeten juist daarop inspelen om daardoor geloofwaardiger te worden. Certificatie is een erkenning, een officiële erkenning dat wij zorgen voor het milieu. Il doit y avoir économie, écologie, ça rime et indiscutablement, il faut pas en avoir peur, il faut le faire. Studies hebben aangetoond dat de financiële prestaties van bedrijven erop vooruit gaan als ook de medewerkers op de hoogte zijn van het milieubeheer. Onze taak is natuurlijk ook mensen te gaan motiveren en bewust te maken. Niet alleen mensen buiten de fabriek, maar ook mensen binnen de fabriek. Bewust te maken hoe men duurzaam kan omgaan met moeder aarde. Human capital is voor ons een enorm belangrijk aspect of een enorm belangrijk actief. Zij moeten doordrongen zijn van dat aspect. Op een werf bij ons is het milieuplan geïntegreerd in het veiligheidsplan, waarbij dat we ook al vanaf de start van het project onze werf zo gaan indelen dat we een meer ordentelijke werforganisatie krijgen en ook een afvalinzamelingspunt specifiek op de werf hebben. Nous avons une carte environnementale, une promesse environnementale qui est dictée en fonction de la fonction de chaque personne. Et donc nous devons signer cela. Cela nous responsabilise, cela responsable de la femme de chambre à la réception jusqu'au cadre. Et c'est un rappel quotidien de leur commitment. EMAS is een milieumanagement instrument. Het bevordert uw ecologisch engagement en ook uw actiebereidheid. En het heeft ook een paar pluspunten. Zorgt ervoor dat u minder kosten heeft, dat u beter in aanmerking komt voor overheidsopdrachten en dat u een milieuvriendelijker imago heeft. Om een EMAS-registratie te verwerven, moet je doordacht en methodisch te werk gaan. Wel, ik denk dat je eerst en vooral moet weten wat betekent dat voor mijn bedrijf. En dan gaat het over welke energiestromen zijn er, welke producten stromen zijn er, welke grondstoffen gebruik ik, wat is mijn uitstoot. Al die dingen moeten eerst en vooral in kaart gebracht worden. En dan moet je natuurlijk een stappenplan ontwikkelen waardoor je kan zeggen, we gaan over de komende 5 of 10 jaar in die richting verbeteren. Maar ik denk een belangrijk element voor een bedrijf is ook dat dit iets moet worden van het hele bedrijf, van de hele organisatie. De verschillende stappen om tot een EMAS-registratie te komen, die moeten worden goedgekeurd door een onafhankelijke milieuverificateur. En eens dat proces goed doorlopen is, kan de EMAS-registratie toegekend worden en mag ook het gegeerde EMAS-logo in alle bedrijfscommunicatie gebruikt worden. Belangrijk daarbij is ook de betrokkenheid van de werknemers. Hoe zijn zij betrokken bij het milieumanagementsysteem en hoe kunnen zij zelf bijdragen tot de verbetering van de milieuprestaties en de vermindering van de milieueffecten. Maar natuurlijk is het ook de bedoeling om na te kijken of de procedures, de werkwijze die het bedrijf op punt heeft gesteld om zijn milieuprestaties te verbeteren, om zijn milieu-impact te verminderen, dat die wel degelijk gekend zijn door de mensen op de vloer. Dus dan gaan wij ter plaatse interviews doen met de mensen op de vloer om na te kijken of zij op de hoogte daarvan zijn. On venait de lancer notre slogan Tomorrow Needs Today. Pourquoi? Parce que c'est aperçu que sans today, il n'y avait pas de tomorrow. Et à partir de ce moment-là, on a appliqué EMAS et la première chose a été de créer à l'intérieur même de notre groupe Martins Hotels des cellules environnementales pour chaque hôtel. Het is het volgen van een procedure
En het positieve aan dat aspect is dat je ergens in een projectmatige omgeving terechtkomt waarbij mensen samenkomen om gezamenlijk te gaan denken naar oplossingen. Nous avons recherché un partenaire qui est spécialisé justement dans l'accompagnement des entreprises voulant être certifiées EMAS. Om een EMAS-registratie te verwerven, moet je volgende stappen doorlopen. Een milieuanalyse uitvoeren, een milieuprogramma uitwerken met daarin milieudoelstellingen, een milieubeheerssysteem opstellen, een milieuverklaring opstellen, een milieuaudit laten uitvoeren door een milieuverificateur en een aanvraag tot registratie indienen. EMAS is niet alleen bestemd voor de grote bedrijven. Het kan ook voor de KMO's, de ruggengraat van de Belgische economie. En daarom bestaat dus EMAS Easy. Het is een handig instrument op maat van de KMO's, want het houdt rekening met de omvang, met de financiële mogelijkheden en de typische bedrijfscultuur van onze KMO's. Er zijn veel redenen om een EMAS-registratie te overwegen. Vermindering energiekosten, vrijwaring van het bedrijfsimago, een grotere kans bij overheidsopdrachten. Maar u kunt het ook gewoon doen omdat dit het juiste handelen is, vanuit een morele overtuiging. Wat houdt u nog tegen om bijkomende praktische informatie in te winnen?